Wat fijn dat de musea weer open zijn. En ook Singer Laren gaat haar deuren weer openen begin juli. En dan laten we iets heel bijzonders aan u zien. En ik wil het nu vast met u delen. Een hele mooie aanwinst. Das Gehendes Mädchen uit 1897, geschilderd in Laren door de grote Duitse impressionist Max Liebermann. En Max Liebermann, gentleman kunstenaar uit Berlijn, ging net als vele andere kunstenaars uit zijn stedelijke bastion naar het platteland om het onbedorven leven buiten in de natuur te schilderen en ook de mensen die daar werkten en woonden en leefden. Maar hoe kwam Liebermann nou eigenlijk in Laren terecht? Al in de jaren 70 van de 19e eeuw ging Liebermann net als andere jonge kunstenaars naar Nederland om de 17e eeuwse meesters te bestuderen. Rembrandt bijvoorbeeld, maar in het bijzonder Frans Hals. En Frans Hals was heel erg geliefd bij de impressionisten die in hem ook die losse toetsen en dat spontane schilderen herkenden. In de jaren 70 gaat Liebermann dan vaker naar Nederland. Hij gaat naar Zandvoort en hij gaat naar Scheveningen om daar de spelende kinderen in de golven te schilderen of de paardrijders langs het strand. En in die periode ontmoet hij de grootste Nederlandse impressionist, Jozef Israels. En Jozef Israels introduceert Liebermann in de kunstenaarskolonie Laren, die hij eigenlijk zelf min of meer ontdekt had, Israels. Hij neemt hem mee daar naartoe en Liebermann gaat begin jaren 80 op huwelijksreis met zijn jonge echtgenote naar Laren. En vanaf dat moment zou hij vele zomers doorbrengen tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Laren en daar heel veel schilderen. En wat zien we? We zien een lopend meisje, echt een snapshot, ze beweegt. En we zien, en dat was de grote kwaliteit van Liebermann, het gefilterde zonlicht door de takken van de iepenbomen op de brink. Dat spel met dat licht, met die zon, dat is wat hij als geen ander kan. En die zon die maakt vlekken in rood en geel op het gezicht van het meisje, op haar witte schort en op de grond van de brink. We hebben deze geweldige aanwinst te danken aan het verzamelaars-echtpaar Bühler-Brockhaus, die we zeer dankbaar zijn. En dankzij hen kunnen we deze prachtige aanwinst met u delen begin juli in een kleine tentoonstelling gewijd aan de aanwezigheid van Max Liebermann in Laren. Max Liebermann terug in Laren. Allemaal komen kijken.